Dit is een video van de digitale stad Nieuwegein. Pen.nl. Welkom aan alle kinderen die hier zijn van de Toonladder. Laat je even horen. En van de Veldrakker. En de kinderen van de Evenaar. En de kinderen van de Lupus. We zijn hier vandaag in dit prachtige gemeentehuis om twee dingen te doen. Het eerste, dat hebben jullie allemaal in je hand. Jullie hebben die prachtige petflesbloemen mee. En die willen jullie wel graag laten zien, niet? Ja. En dan gaan we kijken of we die op een heel bijzondere manier kunnen tentoonstellen vandaag. Dat is één. De tweede reden is dat we een andere tentoonstelling gaan openen. En dat is het Buitenmuseum. En misschien hebben die twee wel iets met elkaar te maken. Maar daar gaan we zo meteen achter komen. We beginnen met de petflesbloemen die jullie in je hand hebben. Kunnen jullie hem allemaal even omhoog houden, zodat iedereen ze kan zien? En kijk ook eens even naar elkaars petflesbloemen. Van je eigen klas heb je ze al gezien. Mooi, hè? Hé, maar kijk, ik weet niet of je het zijn. Janne, wat is een buitenmuseum en waarom is dat belangrijk voor Nieuwegein? Het Buitenmuseum Nieuwegein, dat zijn alle beelden die buiten staan in de hele stad Nieuwegein. En dat zijn er 55. En waarom heet het een museum? Nou, een museum is normaal gesproken om mooie voorwerpen neer te zetten die dan door bezoekers bekeken worden. En dat willen we nou ook met deze beelden. Door het buitenmuseum te noemen, willen we dat de mensen meer aandacht hebben voor de beelden. Want de kunstenaar heeft het liggende man genoemd. Nou, dat is ook een groot beeld, alleen is dat niet verticaal, maar is het horizontaal, ligt het beeld in het gras. En ja, ik weet dat als ik er langskom, er eigenlijk altijd wel kinderen op aan het spelen zijn. En het is een vrij zacht materiaal, het is kunststof. Het is wel hard, maar als je erop ligt of zit, dan is het niet zo heel erg hard en niet koud. Dus ja, het is ook... En dat mag ook. Iets doen bij het Buitenmuseum, dat vind ik ook heel erg mooi. Jan heeft dat al uitgelegd. Want we hebben ontzettend veel kunstwerken in Nieuwegein. En in die 50 jaar dat Nieuwegein nu bijna bestaat, zijn er heel veel beelden neergezet. Maar heel veel mensen weten het eigenlijk niet. Ze kennen vaak wel beeld in hun eigen wijk of buurt. Of fietsen wel eens ergens langs. Maar we hebben er heel veel geld aan uitgegeven. En heel veel mensen vinden ook, als ze naar zo'n beeld wat langer kijken, vinden ze het eigenlijk heel mooi. Dat heb ik jullie ook net horen zeggen. En dit beeld bijvoorbeeld, daar stond ik laatst bij in de krant. Dit is mijn favoriete beeld, vind ik een heel apart, grappig beeld. En volgens mij is hij ook, als je hem s'avonds in het donker tegenkomt, een beetje eng. En daarom vond ik hem wel aan spreekwoorden. En dat is dus hartstikke mooi en belangrijk. En we hebben laatst ook bij alle beelden een soort QR-code. Je weet vast wel wat dat is. Dan kan je met je mobieltje zo een foto nemen. En dan leidt hij naar de website. En daar staat dan ook wie de kunstenaar was, wat hij met het kunstvoorwerp bedoeld heeft. En waar het staat natuurlijk, maar dat weet je al op dat moment. In ieder geval, we willen daar veel meer aandacht aan geven. Dus daarom is het zo leuk dat we die 55 beelden, dat die voor iedereen nu toegankelijk zijn. We hebben dus het eerste buitenmuseum in heel Nederland, dus dat is wel uniek voor Nieuwegein. Nou, dat is ook een applaus waard, denk ik. Nou, helemaal top. En wat zo leuk is, is dat jullie petflesbloemen nou een onderdeel gaan uitmaken, eigenlijk van het buitenmuseum. Hebben jullie dat doek gezien wat daar hangt? Dat gaan we zo meteen gaan we dat onthullen. Maar nou lijkt het ons zo mooi als al die fantastische petflesbloemen
eerst een plek krijgen in een deel van buiten Nieuwegein. Want die Iep die komt natuurlijk van buiten, hè, jongens. Die heeft buiten gestaan op een mooie plek. En wij gaan zo meteen de petflesbloemen een plekje geven in die Iep. De kinderen van de? Zou dat lukken? Oh, die schrijven. Ja, denk ik ook. Want er zitten allemaal gaatjes in. Dus even kijken. De kinderen van de Evenaar. De paars achter de blauwe is van mij. Nou, en wij willen graag dat alle mensen die waarschijnlijk natuurlijk hier komen kijken. En dat is een logo. Is heel erg handig. Wie weet wat het is? Twee. Ja, hoppelen, hoppelen, hoppelen. Hartstikke leuk, hoppelen, hoppelen. Ja, drie, twee, één. En... Wauw, gefeliciteerd.